Ik ben Asef, ik ben 37 jaar. Ik kom uit Gent. Ik ben of was docenten, Frans-Spaans. En ik heb de diagnose gehad van borstkanker 1 jaar geleden. Dus in eerste instantie, dan is het een lawine aan emoties die op je afkomen. En dan zit je aan allerlei zaken te denken. Heel eerlijk, heel concreet. Als je kanker krijgt en men zegt jou die diagnose, dan stopt de wereld. Ik heb contact opgenomen met My Cancer Navigator omdat er heel veel informatie tot mij was gekomen waarin ik eigenlijk niet alles van begreep en heel veel vragen over had. Ik heb een mail gestuurd met mijn vragen en ik heb daar heel snel reactie op gekregen. En dan volgde ook heel snel een eerste gesprek. Maar voor mij heeft dat heel veel verschil gemaakt. Omdat er dan geruststelling was voor mij, dat ik alles beter begreep ook. En ook de dingen waar ik vragen bij had, dat was wel een heel goed gevoel dat je kon alles wat plaatsen en dat het toch allemaal overeenkwam. Ik ben heel blij dat ik toen de juiste mensen ben tegengekomen. Dat ik toen My Cancer Navigator ben tegengekomen, die buiten de dokter de enige steun en toeverlaat waren die ik durfde betrouwen. Het feit dat ze luisteren, dat maakt dat je beter gaat voelen. Dat je beter weet wat er op je afkomt. Het is een gouden gids, ook al bestaat die niet meer, maar in feite is het een gouden gids. Ja, ja. Ik zou My Cancer Navigator zeker steunen en de crowdfunding ook zeker steunen. Omdat op die manier kunnen mensen met meer gemoedsrust en meer geïnformeerd gevoel aan hun traject ook beginnen of verder werken. En wat dat toch van heel veel waarde is op het moment dat je in heel onzekere periodes zit.